ben Sylvia Terwischa van Scheltinga en ik ben al achteraf gezien heel mijn leven kunstenaar. Nu ben ik al bijna 63 en pas sinds 2011 voel ik me een echte kunstenaar. En waarom? Omdat ik textiel heb ontdekt. Textiel waarin ik al mijn emoties herken, eraan toe kan geven en mee kan verbeelden. En wat wil ik verbeelden? Mijn verhaal. In al zijn facetten. En daarin is textiel heel veelzijdig. En waar gaat mijn verhaal over? Over het wel en niet geraakt willen worden. Over het je kwetsbaar op durven stellen. Eraan toegeven dat je dat bent, dat dat niet erg is. Dat je je niet groter hoeft voor te doen dan je bent. Dus eigenlijk die kwetsbaarheid moet je benadrukken. Met textiel. Wij trekken kleren aan, daar beschermen we ons mee. Ik maak met textiel ondraagbare kleding. Je kunt er eigenlijk met goed fatsoen niet mee de straat op. Maar je wordt er wel heel mooi van. Je gaat erdoor stralen, je gaat je er veilig in voelen, je beschermd voelen. Dat is de gedachte die er voor mij achter zit. En daarvoor gebruik ik allerlei mooie materialen die ik mooi vind. Tulle, wat zo zacht kan golven, wat zo doorschijnend is, wat bedekt en laat zien. Vaal vind ik moeilijker, want daar kan ik niet zo lekker op borduren. Tulle wel. Hele afgewassen linnen is ook zo fijn om op te borduren. En haken met rare draden die ik ook zelf maak. Ik verknip de tulle tot hele lange draden. En daarmee ga ik zitten haken. Maak ik mooie, als het ware, nestjes waarin de steentjes kunnen liggen. Waar ze zich lief en aardig en mooi in voelen. Dat moet met tulle, dat moet niet met dikke wol. Dat is niet goed. Behalve de wol die ik pas uit Nepal had meegebracht. Waarvan ik heb gezien dat ze maar aan het spinnen waren. Van die schapen wat zo lekker zacht is. Dan weer wel, want het is zacht. En als ik dan aan het haken ben of aan het borduren. Ik knip die draad willekeurig af, maar oh wee, onderweg ben ik toch stiekem aan het tellen. En dan ineens is mijn draad op en dan hecht ik hem niet af, nee, ik haak hem. En dan moet ik stoppen bij 3 keer of 6 keer of 9 keer. En dan hangt er nog zo'n verdwaald draadje, waardoor het ook iets oneindigs krijgt. Kwetsbaarheid, dat is hem. Dat is mijn verhaal. Ergens in mijn leven ben ik geraakt en dat wil ik nog steeds beschermen. Een schort. Mijn moeder. Want een jaar geleden maakte ik een schort. Ik wist niet dat ik dat ging maken. Ik had in de tuin de uitgebloeide bloemetjes van de acanthus ontdekt, want natuur inspireert mij. Dat bloemetje deed mij denken aan een insect en door het te omhullen met tulle kreeg dat
zelfs vleugeltjes. Die tulle die maakte dat het een insect werd met vleugeltjes. De draadjes die ik had afgehaakt, dat leken zijn voelsprietjes. Ik heb er 333 gemaakt en ze allemaal onder een schort van tulle gestopt. Een schort wat een kopie is van zo'n witte verpleegsterschort van mijn moeder. Mijn moeder droeg een heel verleden mee. Dat zijn die 333 wezentjes, insectjes die ik in haar schort heb gestopt. Dat is mooi. Ik merk ook dat zo'n schort heel veel mensen raakt. Het zijn niet alleen de toeschouwers die ik ermee wil raken. Ik merk ook dat de modellen die het aantrekken voor de foto, of zoals pas op de catwalk, dat die zich er ook veilig in voelen. Ondanks dat het ook heel naakt en kwetsbaar is, voelen ze zich toch veilig, gebakerd als een baby. Waardoor ze kunnen laten zien in al hun overtuiging, kijk naar mij, ik ben kwetsbaar. Maar dat is mooi. Daar ben ik trots op. De natuur, de getallen. Ik ben slecht in getallen, maar ik neem ze toch wel steeds in mijn werk mee. De reeks van Fibonacci, die ik makkelijk kan tot 144. Daarna wordt het een groot probleem. Het getal 3. Het kijken in driehoeken. Een soort scannen van waar ben ik mee bezig. Als ik daar boven links wat doe, dan moet er rechtsonder iets. Oh nee, toch weer links. En zo schiet ik steeds opnieuw en ontstaat uiteindelijk het beeld waarin ik mezelf herken. En dat doe ik niet alleen in borduren en textiel, maar dat doe ik ook in mijn tekeningen. Want ik ben een tekenaar, geen schetser. Het moet uit mij komen. Dat is een heel intiem proces. Want er zit iets in mijn hoofd wat ik zelf nog niet zie. En door het te tekenen of te borduren, komt het bijna als vanzelf uit mijn pen, uit mijn naald. Ik zie wat daar gebeurt en daar reageer ik op. En uiteindelijk ontstaat een nieuw stukje werkelijkheid, mijn werkelijkheid, die ik dan ook duidelijk herken. En die ik ook met anderen wil delen. Die ik nu ook durf te delen, omdat ik zie dat ik andere mensen ermee kan raken. En dat maakt me super trots.